Mijn naam is Jacob Plat, ik ben bestuurder bij FNV en ik ben verantwoordelijk voor de Nederlandse textielindustrie en het internationale vakbondswerk daaromheen. In de textielsector doen we een aantal projecten, onder andere met Mondiaal FNV en daarnaast ook met onze internationale vakbondsorganisaties. Binnen de textielketens zitten verschillende risico's. Als je bijvoorbeeld naar Bangladesh kijkt en je kijkt wat daar in 2013 gebeurd is rondom Rana Plaza, dan is dat met name veiligheid. Maar daarnaast spelen er ook een heel aantal sociale zaken, waaronder leefbaar loon, geweld tegen vrouwen, maar ook wat voor ons ook heel belangrijk is, het opbouwen van vakbondskracht in die landen. De collega's in de landen waar wij onze projecten hebben lopen, die zijn zeer gemotiveerd om het vakbondswerk uit te voeren. Waar ze gewoon veel meer moeite mee hebben, is een krachtige organisatie neerzetten waarmee ze zaken kunnen afdwingen. En daar proberen ze bij te ondersteunen. Ja, we organiseren de mensen en geven training, geven counseling op HIV AIDS awareness en health awareness, health issues. Their workplace safety. Wij hebben met Mondiaal FNV, maar ook met FNV en de Internationale Vakbondsfederatie inmiddels successen bereikt. Denk onder andere aan het veiligheidsakkoord in Bangladesh. Denk aan het textielconvenant wat we in Nederland onlangs hebben afgesloten, waarbij inmiddels 75 modemerken hun handtekening hebben gezet dat zij zullen gaan werken aan een eerlijke productieketen. Als consument kun je in de winkel vragen waar jouw kleding geproduceerd wordt en onder welke omstandigheden. En kun je gewoon zeggen van, ik vind het belangrijk dat als ik hier kleding koop, dat ik het gewoon weet dat er geen kinderarbeid heeft plaatsgevonden, dat er geen geweld tegen vrouwen is geweest en dat de mensen op zijn minst een leefbaar loon verdienen.